Wat ik hier zo fijn aan vind, aan die neonlichten, is dat het een soort bijna cafésfeer met zich meebrengt. En dat is altijd gezellig als we hier in de commissiezaal zitten. Ik vind dit eigenlijk de mooiste en aangenaamste commissiezaal. Omdat het een half rond is. We zitten samen naar elkaar te kijken, alsof we op café zouden zitten. Terwijl veel andere commissiezalen zo eerder een aula, school, universiteit gevoel geven. Dan is dit toch beter. En voor een stuk gedurfd ook met de foto's dan, hè, van de zelfportretten van Lilian Vertessen. Ze heeft andere werken waar ze meer erotische foto's neemt. Dat heeft men niet voor gekozen in het parlement. Maar ook dit geeft toch ja, de zekere dynamiek. En dus op een of andere manier contrasteert het wel met het toch eerder deftige parlementaire werk. Maar dat vind ik er net wel spannend aan. Ik vind ook de tekst wel heel goed, omdat je ze natuurlijk op twee manieren kan lezen. Er staat nooit hetzelfde, altijd anders. Maar als je de kleuren volgt, dan lees je nooit anders en altijd hetzelfde. En dat is eigenlijk ja, wat men ook in de geschiedenis, er is zo de geschiedenis herhaalt zich, l'histoire se répète. Ja, we zien dezelfde patronen altijd terugkomen. Terwijl anderzijds de pantarij, alles is in beweging, elke tijd is nieuw. En dus het zit een beetje op het snijpunt. Maar het is denk ik belangrijk hier in het parlement om voor ogen te houden dat het echt wel anders kan. Dat wat we doen relevant is. En als toch altijd alles hetzelfde zou blijven, ja, waarom dan zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. En dus in die zin is dit voor mij toch de oproep van blijf geloven in het feit dat we de wereld kunnen verbeteren. Ik ben Wouter van Bezien en ik heb gekozen voor Nooit hetzelfde, altijd anders van Lilian Vertessen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.